We zijn vandaag op bezoek in het postsorteercentrum Antwerpen X, het kloppend hart van Bpost. De online koper die wil zijn pakje het liefst waar hij wil, wanneer hij wil en liefst toch gratis. Heeft Bpost een antwoord op die vele wensen van de consument? De Belgische koper heeft veel eisen, effectief. En het is zo dat we weten dat meer dan 70% van de Belgen graag thuis geleverd worden. U moet weten dat Bpost elke dag bij elke Belg langskomt, dus kunnen we daar het beste aan antwoorden. Daarnaast hebben we ook een netwerk opgezet van meer dan 1100 postkantoren en hun ophaalpunten, om dan ook weer de verwachtingen rond ophaalpunten te vervullen. En ten laatste hebben we sinds begin van dit jaar een 60-tal automaten geplaatst in België. Dat gaat naar 100 en naar 150 gaan in de nabije toekomst, waar dat ook de Belg 24 uur op 24, 7 dagen op 7 zijn pakjes kan gaan afhalen. Als ik pakjes naar het buitenland wil versturen, ben ik dan ook bij Bpost aan het juiste adres? Het is dus zo dat in België de Belgische bedrijven zich niet alleen houden aan het binnenland. Het is ook zo dat wij veel klanten hebben die naar het buitenland versturen. En dus wij doen dan ook beroep op onze filiale Bpost International, die dan ook in samenwerking met andere bedrijven 220 landen en regio's kan bedienen, elke dag indien nodig. Dat wil ook zeggen dat de pakjes dan wat Europa betreft binnen de 3 dagen altijd ter plekke zullen zijn. Wat buiten Europa betreft, daar vragen we dan meer dan 4 dagen uiteraard om de pakjes uit te keren. Om die vele verzendmogelijkheden te integreren in de webshop hebben jullie een Bpost Shipping Manager. Hoe zit dat precies in elkaar? Het is dus duidelijk dat de Belg vandaag koper of verkoper zoekt flexibiliteit. En wenst natuurlijk de 3 leveringsmethodes aan te bieden. Om deze keuze toe te laten aan de koper, hebben wij dus ook een module ontwikkeld die noemt Shipping Manager. Module die we gaan inpluggen op de webshop van onze klanten. Maar die laat ook toe aan de klant om bijvoorbeeld 's avonds al zijn labels af te drukken voor de producten die moeten verstuurd worden dezelfde dag of de dag nadien. Heb je een idee hoeveel pakjes hier dagelijks door de scanners gaan? Ja, effectief. Dus wij hebben meer dan 100.000 pakjes per dag die over de scanner gaan. En natuurlijk nog steeds groeiend. Ik start morgen een webshop en ik wil met Bpost in zee gaan. Welke stappen moet ik daarvoor ondernemen? Vrij eenvoudig. U kan natuurlijk terecht op onze website. U kan ook vragen voor een bezoek te krijgen van een van onze commerciële medewerkers. Of natuurlijk naar onze partners gaan, zoals Indigroep, die die service kunnen aanbieden. De diensten van Bpost zijn knap gebundeld in een mooie brochure. Stuur een mailtje met je postgegevens naar dit e-mailadres en wij laten je een exemplaar bezorgen.